Welkom bij NL Magazine Going to the Movies. Ik ben Patrick en naast mij zit Maurice. En wij zijn deze keer naar The Snowman geweest. En ik moest even spreken, want het is eventjes geleden. Snowman met Michael Fassbender. Wij gingen erheen met de veronderstelling, dit wordt een dijkert. Want we waren heel enthousiast over de trailer. Ja. Tot we hem gekeken hadden. Maurice. Ja. Nou, die trailer was bijna ongeveer de film die eruit kwam. Dus dat was een beetje het jammer ervan. Ik dacht even zelf al in die trailer een heel stukje van Val Kilmer. Dus ik dacht, misschien is dat de bad guy, want die zie je verder helemaal niet. Ja. Nou, dat was dus niet zo. Nee, het was... het ergste was... Wat echt een afknapper was van het einde. Of hoe de bad guy doodging. Dat sloeg helemaal niks op. Dat kon gewoon niet. Was geluk. Ja, nou, maar die... Ik heb nooit een bad guy zien doodgaan door geluk. Nee, die liep gewoon een wakking. Ik ga jou doodschieten. Oh, ik val in de wakking. Oh. Ironisch, want zijn moeder ging ook zo. Ja, klopt. Nee, dat was een hele raar iets. Dus, en dat had in potentie best wel een leuke film. Het had een hele goede Het had echt gekund, vind ik, naar Hannibal Lecter. Het had echt die kant op gekund. Het had echt naar zijn als het les gekund. Maar het verhaal was in principe wel goed. Alleen ze hebben het helemaal naar de kloten geholpen. Die hele film is gewoon helemaal op zijn Amerikaanse de kloten geholpen. Ja, heel raar. De spanningen waren niet goed. De bad guy kwam veel te laat, kwam hij in, vond ik. Ja. Veel later in de film kwam hij pas echt in en ging een beetje spelen met de Ute. Het duurde veel te lang allemaal. Maar tegenwoordig wel van wel leuk dat niemand was echt veilig in die film. Dat vond ik goed. Ik dacht die vrouw, die dat wordt zo de romantische interest, maar die ging er ook gewoon aan. Dus dat was wel... Maar het was niet genoeg. Het was niet genoeg. Het was allemaal niet genoeg. Het had veel beter gekund. Ja, het bouwde op. En daarna liep het heel af. En dat was zo zonde. En dat kwam gewoon door het einde op een gegeven moment. Hoe die dat had gedaan. Dat en dan loop je toch verlogend uit de bioscoop, vind ik hoor. Dat je denkt, iedereen. En het grappige was, we zaten in de wc toe. En nog een keer ons ontmoet naast. Ja, een beetje rare film. Toen kwamen we wel uit de bioscoop. Een beetje rare film. Terwijl we zo enthousiast waren over de trailer. Dat we zo super spannend zijn. Jezus. En dat is op zich een goede acteur is het ook. Ja. Maar het was hetzelfde als met Assassin's Creed. Waar had ook een leading role. Dus goed. En dat was ook eigenlijk het sloot nergens op. Nee, klopt. Maar hij heeft ik vond dit ook niet... Het is wel een goede acteur. Maar dit was niet een rol voor hem, vond ik. Want hij speelde een beetje een depressieve kopper. Maar hij kon eigenlijk die depressiviteit, die zwartheid... Dat zit niet in hem. Nee. Dat kon hij niet overbrengen, vond ik. Nee, duidelijk. Dan krijg je een hele rare rol, een hele rare personage zie je dan. Ja, ze hadden een wat meer verlepte persoon moeten hebben. Klopt. En dit was eigenlijk een, een Adonis in de jute zak. Dat kan niet. En daardoor ging dat fout. En ik bedoel, de andere spelers deden het allemaal leuk hoor. Ik bedoel, kan Duitse in die Val Kilmer, maar was die oud geworden. Een beetje rare vent hoor. Ja. Een beetje rare, vage. Dus die past misschien wel goed in de rol. Die past er wel goed bij, Dus maar dat is een hele... Die had een moordenaar kunnen zijn. Ja, nou, dat was... Dat ook niet vanzelf kunnen raakt, maar... Maar dat was een beetje... op dat moment, zeker in de film, dacht ik, precies hij het. En, dus er had nog wat leuks uit kunnen komen. Klopt. Maar dat is niet gebeurd. Nee. Er is niet uitgekomen. Gekomen. Het was gewoon pauper was het. Ja, een pauperfilm. Ja, dus cijfer? Cijfer, een prachtige mooie 4. Ik geef hem... Ik lag erbij. Nee, ik geef hem 5. Zo! Dat is een cijfer. 5. Ik had al 5 omhoog, dus 5. Ze hebben onvoldoende. Je kan wel in je hoofd hebben, maar dan kan het nog steeds 4 wezen. Ik heb ook 5 in mijn hoofd, toch 4 geworden. Ja, dus een 4 en een 5 is toch 4,5 gemiddeld. Dus helaas, deze gaat niet worden. Deze gaat niet worden. Ik zou hem dus niet gaan kijken. Komt waarschijnlijk ook geen deel 2, want die ligt onder het ijs. Ja, dat is leuk. Nee, alsjeblieft, gaan we dit niet doen. Doe maar niet. Netflix hebben we ook niet. Waarvoor? Er zijn veel betere dingen om te kijken dan dit. Moet ik heel eerlijk zeggen. Zeker. Heel goede series ook. Dus ga lekker kijken. Tot de volgende keer. Tot ziens.